pagina, dan hebben we hier een stukje code wat we niet nodig hebben en wat we ook nog niet begrijpen, dus dat halen we weg. We hebben deze nog niet nodig. Dan gaan we volgens de zaak ook nog op GitHub zetten. En dat is ook heel handig als je Visual Studio Code gebruikt. Want die heeft hier een terminal en je kiest hier voor een nieuw terminal. En dat betekent dat je dus hier zo meteen al in je code zit. Je het ook meteen in je goede map. Je hoeft daar niet meer naartoe. Je kan meteen beginnen met git init. Om een git repository aan te maken. En je kan hier zeggen git add. En dan hier zo een punt, maar dan kunnen we beter nog even misschien even mee wachten. Want we moeten eerst nog eventjes hier zo een extra readme toevoegen. Dus we maken nog even een nieuw document aan. readme.md. En ook GitHub of Visual Studio Code weet natuurlijk ook meteen wat er mee is. Wat daar een goede syntax voor is. We doen hier zo. Wat maakt een goede landing page? En hier zo training. Bij fase 1, module 2. Goed, die slaan we ook op. Dus dan hebben we twee bestandjes hier zo. En dan kunnen we hier git add punt doen. En dan zijn dus alle bestandjes toegevoegd hier zo. En dan kunnen we op GitHub gaan kijken om daar nog even een repository aan te maken. Dus ik ga hier zo naar GitHub. En ik ga naar mijn repositories. Ik zeg hier een nieuw repository. En ik maak er maar eventjes een naam, hier zo een goede landing page. Het is geaccordeerd, het is een public, hebben we hem hier zo staan. En dan create repository. Goed, dan hebben we hier zo git add al gehad. We doen hier zo een commit. Git commit. Start HTML pagina. Einde. Ja, dat moet het een min m er nog tussen natuurlijk. Een message. Zo. Dat is bij deze gebeurd. We gaan vervolgens kijken naar wat onze volgende opdracht is. Git branch. Min m. Vervolgens gaan we een remote maken. En tot slot maken wij een push. En soms is daar een wachtwoord voor nodig. En we zien dat hier meteen kunnen worden ververst. En dan staan hier dus die twee documentjes meteen al op GitHub.